Ik wil varen op het IJsselmeer of op het Markermeer. Welk vaarbewijs heb ik nou eigenlijk nodig? Nou, vaarbewijs deel 1, dan mag je in alle binnenwateren varen. Maakt helemaal niet uit, hè? Friesland, Groningen, Limburg, overal. In Zeeland is een beetje anders. Op de Oosterschelde, dan heb je vaarbewijs deel 2 nodig. Op de Westerschelde ook, dan moet je ook deel 2 hebben. Maar ga je de Noordzee op, en vraag me niet waarom, maar op de Noordzee, dan mag je varen zonder vaarbewijs. Dus, IJsselmeer, deel 2. Markermeer, deel 2. IJmeer, deel 2. Maar ook de Waddenzee, deel 2. Dus op ruim water, dan moet je allemaal deel 2 hebben. En soms is het wel eens een beetje lastig. Kijk, neem even Volendam. Met de Gouwzee. Met de Gouwzee. Kijk, hier ligt Volendam. Oh, even weghalen. Ja, hier ligt Volendam. En hier de Gouwzee. Kijk, dat is een dijk. Dat is een dijk. Dit is binnenwateren. Dit is binnenwater. De Gouwzee heb je vaarbewijs deel 1 nodig. Hier ligt ongeveer de grens. Ga je naar buiten met de boot en je komt het IJsselmeer op, dan moet je deel 2 hebben. Dus op het drukke gedeelte, de Gouwzee deel 1, en ga je het IJsselmeer op, dan moet je deel 2 hebben. Over 1 en 2 moet ik eigenlijk zeggen. Oké, die halen we weg. Ten Helder. Den Helder, ook een mooi verhaal. Den Helder, kijk hier in de haven van Den Helder. In de haven heb je gewoon vaarbewijs deel 1 nodig. De Waddenzee is vaarbewijs deel 2. En de Noordzee, daar hoef je geen vaarbewijs te hebben. Nou, de grens, die ligt ongeveer hier. Ja. Dus stel nou, ik zal even een ander pennetje erbij pakken. Stel nou, we liggen in de haven van Den Helder. Nou, vaarbewijs deel 1. Maar naar buiten, deel 2. En je gaat hier naar de Noordzee. Geen vaarbewijs. Dus heb je alleen voor dat kleine stukje wat je vaart, heb je vaarbewijs deel 2 nodig. Ja, oké. Nou, dan hebben we een oplossing. Ja, we liggen met onze boot aan het strand. Ja, een trailertje, trekkertje erbij. En we trekken die boot in het water. Hè? Hup. Ho, nog een keer. Hup. Geen vaarbewijs nodig. Nee, dat gaat niet goed. Dat mag niet. Je mag je boot niet van het strand het water in houden. Dat mag wel als je lid bent van een speciale vereniging. Dan mag dat. En dan mag je varen zonder vaarbewijs. Maar ja, of dat de verzekering het ook accepteert. Je mag de haven niet invaren. Dus ja, goed. Kijk maar even. Maar via die vereniging, dan mag dat. Dan mag dat. Kan ik ook alleen deel 2 halen zonder vaarbewijs deel 1? Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Deel 2. Dat is een aanvulling op deel 1. Met deel 1 mag je varen, maar niet overal. Ga je het ruime water op, hè, IJsselmeer, Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee, dan moet je die aanvulling erbij halen. Dan haal je deel 2 erbij. Dan heb je 1 en 2. En met 1 en 2 mag je overal varen. En hoe zit het in het buitenland? Welk vaarbewijs heb ik daar nodig? Nou, dat is een beetje afhankelijk van het land waar je gaat varen. Neem even België. Nou, in België is het zo, is eigenlijk hetzelfde als in Nederland. 15 meter of langer, of 20 kilometer, zo hard je kan varen. Dus de binnenwateren, allemaal deel 1. Noordzee, heb je weer geen vaarbewijs nodig. En de Westerschelde moet je weer 1 en 2 hebben. Frankrijk. Nou, in Frankrijk is een beetje een apart verhaaltje. Voor de meeste huurboten, die mag je gewoon varen zonder vaarbewijs. Daar heb je geen vaarbewijs voor nodig. Maar ga je met je eigen boot varen, dan moet je vanaf 6 pk moet je een vaarbewijs halen. Dus heel deel 1, of heel Frankrijk is allemaal deel 1. Maar ga je de Middellandse Zee op, bij de Côte d'Azur, ja, dan moet je weer vaarbewijs 1 en 2 halen. Spanje. Spanje, altijd opletten. Opletten met alcohol. Het is een klein beetje anders dan bij ons in Nederland. Bij ons is het 0,5 promille maximaal. En in Spanje is het de helft, geloof ik. 0,25, dacht ik. Hè? In Spanje is het allemaal, even weghalen, ook weghalen. Allemaal deel 2. Allemaal deel 2. Maakt niet uit waar je vaart, hè? Allemaal deel 2. Maar hier ook, hè? Bij die eilanden ook allemaal deel 2. Alleen in dat stukje bij Noord-Spanje, vanaf Barcelona, daar was het dit jaar nog
Dit jaar, hè? Dat kan wel eens veranderen hoor. Maar dit jaar was het nog allemaal deel 1. Maar hoe meer je naar het zuiden gaat, allemaal fase 1 en 2. Italië. Italië, daar mag je boten huren tot 40 pk. Zonder vaarwijs. Zonder vaarwijs mag je gewoon huren. Maar neem je eigen boot mee. Dan moet je je vaarwijs halen. En let op de verzekering, hè, in Italië. In Italië zijn ze streng hoor. Streng. Maar de binnenwater is allemaal deel 1. Allemaal deel 1. En ga je weer zee op. En dan is het allemaal weer deel 2. Maar de binnenwater en de meren, laat komt je horen. Dat is allemaal vaarwijs deel 1. Kroatië. Kroatië, leuk varen. Mooi. Mooi. Met de boot. Moet je doen. In Kroatië moeten alle schepen vanaf 3 meter een vaarwijs hebben. Iedereen. Ja? En met vaarwijs deel 1 mag je tot 1 mijl uit de kust varen. En 1 mijl, dat is 1852 meter. En dus bijna 2 kilometer uit de kust vandaan. Ga je verder weg, ja, dan moet je vaarwijs deel 1 en 2 hebben. Maak wel even eerst contact met de havenmeester. Ja, want die vindt dat wel prettig als je je vermeldt. Moet je nog een sticker aanschaffen, maar dat wijst allemaal vanzelf. Griekenland. Nou, in Griekenland is het eigenlijk allemaal vaarwijs deel 1, hè, voor iedereen. Hè. Ook de zeilboot, een boot huren. En je moet je eigenlijk allemaal vaarwijs deel 1 halen. Mag ik als Belg ook een Nederlands vaarwijs halen? Ja, dat kan, dat mag. Dat is geen enkel probleem. Er zijn heel veel Belgen die al in Nederland een vaarwijs hebben gehaald. En daar mag je ook gewoon mee varen, geen enkel probleem. De benaming is een beetje anders. In België heb je beperkt en algemeen stuurbrevet. En beperkt is deel 1 en algemeen is deel 2. Het grote voordeel om in Nederland je vaarbewijs te halen, het is ook gelijk een internationaal vaarbewijs. Dat hoef je niet meer apart aan te vragen. België wel, maar wij niet. Hè. Deel 1, dus het ICC, dat is voor inlandwatters. En heb je deel 2, is voor coastalwatters. En dan mag je overal varen. Het vaarbewijs in Nederland is wel veel moeilijker dan in België, maar je hebt geen praktijktoets nodig. En over de praktijktoets, daar ga ik hier in de volgende film meer over uitleggen.